de haven van Rotterdam. Toen wij van Rotterdam vertrokken... De haven van Rotterdam ligt aan het begin van de Noordzee en aan het eind van grote rivieren. Mooier kan het niet. Alleen jammer dat er bij Rotterdam zoveel zandbanken zijn. Daardoor bleef Amsterdam heel lang de belangrijkste havenstad voor grote schepen. Tot Rotterdam in 1872 een kortere verbinding naar zee kreeg, dwars door de duinen bij Hoek van Holland. De nieuwe waterweg van ingenieur Pieter Calland. Dat maakte verschil. En 100 jaar later mochten de Rotterdammers hun haven de grootste ter wereld noemen. Die erenaam nam Shanghai in 2004 over. Rotterdam is nog wel de grootste haven van Europa voor het overslaan van goederen. Overslaan is de vracht van het ene schip verdelen over andere schepen. Nu gaat dat met containers en hijskranen, maar vroeger werden goederen in zakken of dozen verpakt. Die stukgoederen moesten door havenarbeiders het ruim uit worden gedragen. Soms waren er maar 8 mensen om een schip met 200.000 kilo koffie of zout leeg te maken. Veel havenarbeiders hadden voor hun 65ste een versleten rug en moesten eerder ophouden met werken. Is het werken in de haven van Rotterdam nu anders dan vroeger? In de haven denk ik wel, want nu doen ze veel meer met machines. Ja, het wordt nu met kranen gedaan en vroeger werd het met de hand gedaan en dat was wel veel zwaarder. In plaats van nu dat iedereen een zak moest tillen, zet je gewoon alles in een container en de kraan die tilt het op en het gaat op het schip. Tegenwoordig zijn er regels gekomen met hoeveel je mag tillen en tegenwoordig is dat 25 kilo. Vroeger was dat heel anders. Daar mocht je bijvoorbeeld gewoon een tros bananen sjouwen die 200 kilo was. Vroeger kon je zo een baantje krijgen in de haven. Dat was veel gemakkelijker dan nu, want nu moet je eerst een hele opleiding volgen. Mijn ouders werken allebei in de haven, maar wel in een kantoor. En zij hadden een studie moeten doen en nu zit je allemaal achter je eigen computer. Vroeger was het veel gezelliger. Dan zat je bijvoorbeeld met 10 man, was je lekker aan het sjouwen. Maar ja, toen werkte je allemaal samen en daarna ging je met z'n allen de kroeg in. Vroeger kreeg je niet je salaris op je bank gestort, maar in 2 zakken geld. De ene zak geld was voor thuis en de andere voor een borreltje. Wat komt er allemaal aan in de haven van Rotterdam? Ijzererts uit Brazilië. Auto's uit Japan. Kiwis uit Australië. Cacao uit Ivoorkust. Kleren uit India. Tomaten uit Gran Canaria. En wat vertrekt er allemaal vanuit de haven van Rotterdam? En waarheen?